Wat is er allemaal gebeurd de laatste tijd met het bestuur? Nou, we hebben eigenlijk sinds 2019 dat ik in het bestuur ben gekomen, als bestuurslid eigenlijk, is het eigenlijk heel snel gegaan. Sinds 1 januari 2020 ben ik voorzitter geworden van deze mooie vereniging en hebben we eigenlijk een volledig nieuw bestuur neergezet. Dus van de penningmeester, secretaris tot aan de voorzitter, omdat we eigenlijk een volledig nieuwe start wouden maken met de vereniging op bestuurlijk niveau. Om de verschillende commissies weer meer naar elkaar toe te brengen. Nieuw leven in de wielersport in Twente te blazen. En zo de vereniging naar next level te brengen. Je bent altijd een gerenommeerd wielrenner geweest. Heb je daar nog tijd voor? Luc, wat is het gevolg van de samenwerking met Jumbo-Visma? Waar bestaat die uit? Jumbo-Visma gaat ons op allerlei verschillende vlakken ondersteunen. Onder andere gaan we hier open training geven. Daar kunnen nieuwe leden hier op de baan komen en een training meedraaien en kijken of ze het wat vinden. En ook gaat Jumbo-Visma ons ondersteunen op bestuurlijk niveau. Geldt dat zowel voor de jeugd als voor de ouderen? Ja, dit geldt voor elke categorie. Hoe blij ben je ermee? Heel blij. Ik ben er echt heel blij mee. Ja, wat zou eventueel in de toekomst het mooie kunnen zijn voor de vereniging de Zwaluwen? Dat we nog meer leden erbij krijgen en dat we een soort van kweekvijver worden voor Jumbo. We hebben een heel mooi parcours. We hebben 3 rondjes met bultjes en mooie bochten. Dus dat betekent dat jij gewoon een heel tevreden man bent op dit moment? Ja, zeker. Heel tevreden. Hoeveel last hebben jullie gehad van de coronatijd? Nou, als vereniging is dat een beetje dubbel. Aan de ene kant zijn we natuurlijk als wielersport zijn we een buitensportaccommodatie. Dus we mochten redelijk snel weer starten met het trainen van de jeugd. Maar aan de andere kant hebben we wel helemaal stilgelegen. En het is natuurlijk heel erg lastig voor sporters, en helemaal omdat we een wedstrijdvereniging zijn voor de topsporters, om zich te richten. Die willen zich graag richten op een doel. En er zijn geen wedstrijden. Dus waar ga je naartoe werken? En dat is wel heel erg moeilijk. Dus we proberen heel erg met de begeleiding van vooral de nieuwelingen, junioren en de elite belofte. Dus vanaf 14 jaar proberen we heel erg te sturen van waar ga je naartoe werken? Waar wil je naartoe trainen? Om die motivatie erin te houden. Dus dat is vooral lastig. Hoe gaat het financieel met de vereniging in coronatijd? Ja, dat gaat eigenlijk best wel goed. We hebben natuurlijk hele sterke sponsoren. Leuwink Meubelen is al meer dan 40 jaar sponsor van de Zwaluwe Almelo. Daar zijn we de familie Leuwink ook heel erg dankbaar voor. En dat merk je ook gewoon dat wij een stabiele basis hebben. We hebben naast Leuwink Meubelen natuurlijk als verenigingssponsoren Baarman Assurantie uit Borne en de Regiobank uit Borne. En daarnaast zijn ook nieuwe sponsoren dit jaar aangesloten, waardoor we ook vanaf dit jaar een volledige nieuwe kledinglijn hebben kunnen lanceren. Dus daar zijn we de sponsoren heel erg dankbaar voor, dus het gaat eigenlijk heel erg goed. Nou, we hebben op dit moment ongetussen de 320 en 350 leden. En dat is wel belangrijk te benoemen. We zijn echt een wedstrijdvereniging. Dus alle leden die we hebben, zijn ook echt actieve leden. We hebben bijna geen slapende leden, om het zo te noemen. Elk lid bij ons krijgt dezelfde aandacht om zich te ontwikkelen tot eventueel een profrenner.